Nou, wat ontzettend leuk dat we zijn, Nelleke en Marja. We zijn even met z'n drieën in gesprek, omdat we het gaan hebben over de kandidaatstelling voor de Tweede Kamerverkiezingen. En Nelleke, heb je een beetje zin in die verkiezingen? Enorm! Ja, waarom? Nou ja, omdat het echt kan. We gaan weer winnen. Het is ook heel erg nodig. Kijk, we zitten in een van de allergrootste crisis die we ooit hebben meegemaakt. Ik in ieder geval in mijn mensenleven. Marja ook in haar mensenleven. Ja. Wij allemaal. We hebben nog nooit zoiets meegemaakt. En de berichten zijn enorm als het gaat over de gezondheidszorg. Maar de economische crisis is minimaal zo groot. Dus het is niet alleen een momentum in tijd, maar het gaat echt om de keuzes die we maken. Zorgen we dat die verbinding tussen mensen blijft bestaan? Zorgen we dat de publieke sector, die we ongelooflijk belangrijk vinden met z'n allen, dat we die ook echt daadwerkelijk als zodanig gaan waarderen? Zorgen we ervoor dat de grote onzekerheid van mensen voor bijvoorbeeld een betaalbare woning, dat we dat gaan wegnemen, zodat dat voor mensen echt toegankelijk wordt? En zorgen we dat er ook een schone wereld straks is, waar we allemaal in gezondheid kunnen leven? Dat zijn hele grote vraagstukken. En daar hebben we inderdaad de allerbeste mensen voor nodig. Marja Wagenaar, jij bent onze voorzitter van de kandidaatstellingscommissie. Verantwoordelijk dus voor, zoals we dat noemen binnen de Partij van de Arbeid, de lijst. Dat was al een grote opgave. Dat moet voor jou nu ook een extra grote opgave in je hoofd nemen. Ja, dat voelt ook zo. We hebben ons ook een beetje hernomen als commissie en gezegd, we moeten nu echt, we wilden al de beste mensen hebben, maar we hebben nu echt de allerbeste mensen nodig. En we hebben, en dan zeg ik een beetje officieel, mensen nodig die dit land door de geschiedenis heen kunnen slepen. We maakten de ernstige crisis mee sinds de Tweede Wereldoorlog en die is 75 jaar geleden. Nou, en de impact van deze crisis is gigantisch op het leven van mensen, op alle facetten. Daar komen we niet zomaar uit en daar zijn hele duidelijke, hele sociale politieke antwoorden op nodig. Maar dus zijn er ook mensen nodig die dat politiek kunnen realiseren. De reden dat we deze video maken is omdat we eigenlijk weten dat er altijd heel veel mensen zijn van die twijfelen. Moet ik me nou kandidaat stellen? Is het nou een goed idee? Volgens mij is het antwoord daarop, wat ons betreft, met z'n allen resoluut ja. Dat is ja. Maar we wilden ook die mensen een beetje extra stimuleren. En daarom dachten we, laten we die vragen die mensen misschien wel willen stellen, maar nu denken, ja, ik klop nog even niet aan. Laten we die alvast voor ze beantwoorden. Laat ik er maar eens even, zal ik er gewoon eens doorheen lopen? Ik heb hier een mooie lijst staan. Dan gaan we eens even een paar doen. Marja, als ik mijn kandidaat zou willen stellen, waar begin ik? Nou, je begint met je te melden bij ons. We hebben een heel mooi e-mailadres, debestekandidaten@pvda.nl. Debestekandidaten@pvda.nl? Ja, dat is een heel mooi e-mailadres. En daar moet je je gewoon melden en dan ga je met ons of met mensen op het partijbureau in gesprek. Maar dat gaan we op een hele leuke manier met elkaar doen, want we willen graag dat je bij ons komt. Maar wacht even, ik wil even één stap terug. Want ik kan me voorstellen dat als ik mijn kandidaat zou willen stellen, God behoedt het de wereld, dat ik denk, nou ja, gelijk mailen naar een mailadres, is dat dan weet gelijk iedereen dat ik mijn kandidaat wil stellen, of werkt het niet zo? Kijk, wij gaan er natuurlijk heel netjes en heel discreet mee om. Ja. Niet anders dan een normale sollicitatieprocedure. Maar omdat dit om een publieke functie gaat, en ook nog eens een keer om een hele zware publieke functie, zullen we daar heel discreet en heel netjes mee omgaan. Ja, het moment dat het naar buiten komt, is het moment dat de lijst naar buiten komt en niet eerder. En kandidaten vragen ook soms, willen jullie er voorzichtig mee omgaan? Nou, dat kan ik iedereen beloven, want dat moet ook. Ga in gesprek met mensen die vertrouwen in mijn omgeving. Maar doe het niet met 10 mensen tegelijk. Die ene kan je echt van advies voorzien. En kan echt met je afbellen. Hoe gaat dat? Hoe werkt dat? En welke vragen moet je jezelf stellen? Je weet wie je kan vertrouwen in dit soort gesprekken. Doe dat. Meld je. En wij gaan, nou niet wij, Marja en haar commissie gaat heel graag het gesprek met je aan. Nelleke, wij hebben gelukkig binnen de Partij van de Arbeid de duidelijke regel dat de helft van onze lijst uit vrouwen bestaat. Ik zag dat wervingsfilmpje van jou. Jij roept daar nadrukkelijk vrouwen op om zich kandidaat te stellen. Maar waarom roep je niet vrouwen en mannen op om zich kandidaat te stellen? Omdat de mannen zich vaak meteen melden. Overigens, alle twijfelende mannen, die adviseer ik net als Marja om ook dat gesprek in je omgeving te voeren. Maar de ervaring leert dat als je zegt, je gaat geschiedenis schrijven, we zoeken de allerbeste mensen,
dat vrouwen denken, ja, ik ben in heel veel goed, maar of ik geschiedenis ga schrijven, of ik de allerbeste ben, nou, weet je, er zijn heel veel goede mensen. Ik heb kwaliteiten, maar ja, die hebben andere mensen ook. Ik wil vrouwen heel direct aanspreken. Geloof in jezelf. Meld je aan, want de kracht van vrouwen in onze fractie, die wordt nu al getoond. En op al die plekken in onze partij. Die is zo ongelooflijk belangrijk. Dat geldt ook voor mannen. Maar die kennen we echt. De mannen in onze partij zijn altijd goed vertegenwoordigd. Fantastisch. Maar ik doe een dubbele uitnodiging aan al die vrouwen thuis. Of jonge meiden thuis. Die denken, zal ik de poging wagen? Ja, doe het. Marja, toen jij je kandidaat stelde, heb jij dat toen ook zo gedaan? Ja, toen ben ik met mensen gaan praten. Het was voor mij, moet ik wel zeggen, een meisjesdroom. Iets wat ik van kinds af aan al wilde, die kamer in. En het heeft me nooit teleurgesteld. Omdat je zoveel dingen daar met elkaar kunt combineren. Ik ben het overigens heel erg met Nelleke eens als het gaat om vrouwen op de lijst. En wat je merkt, dat als vrouwen dan eenmaal overgehaald zijn. En er lange, vrouwen denken er vaak langer over na dan mannen. Maar omdat ze er langer en beter over nadenken, zijn het vaak ook de betere Kamerleden. En daar hebben wij natuurlijk ook een hele mooie geschiedenis van Suze Groeneweg tot Jeltje van Nieuwenhoven, andere vrouwen in de politiek als Hedy Dancona. We hebben iconen neergezet als partij, vrouwelijke iconen. Nou, dat willen we heel graag voortzetten. Ja. Dus eigenlijk, is het nou minimaal 50% vrouwen of is het nou maximaal 50% mannen? Nou, ik heb een trucje bedacht, Wouter. Ja. Want onze partij kent de traditie om ofwel om en om mannen en vrouwen te zetten, vrouwen en mannen. Daar is later aan toegevoegd in cohorten van 6. Ja, nu komen we in bijna... Drie mannen, drie vrouwen, in ieder geval bij de eerste 6. En ik heb Marja gevraagd om minimaal de helft uit vrouwen te laten bestaan. Het is dus geen enkel probleem in die opdracht als 80% vrouw is. Ja. En natuurlijk kijken we naar diversiteit en die geldt in de volle breedte. Maar het is geen probleem en ik wacht op de dag dat mensen tegen mij zeggen, hey Nelleke, er zitten wel heel veel vrouwen in de politiek. Waar zijn die mannen? Die uitdaging ga ik heel graag aan. We vinden het als partij ook heel belangrijk om goede regiospreiding te hebben. Mensen van verschillende biculturele achtergronden. Mensen uit verschillende verenigingen met andere achterbannen. Marja, dat moet een helskarwei zijn als je een lijst moet voor samenstellen. Of gewoon een hele leuke spannende puzzel die je met z'n allen gewoon gaat maken. Dat is een mooie uitdaging. Zo kun je het ook zien. We gaan met al die dingen rekening houden. Maar wij gaan op 3 dingen gaan we in het bijzonder letten die we belangrijk vinden. Er is een mooie profielschets. Nou, waar gaan wij naar kijken? Punt 1 is gedrevenheid en op inhoud leidend kunnen zijn in het debat. Gedrevenheid is een sociaaldemocraat zijn, zeker in deze tijd. Ja. En op inhoud wat leidend kunnen zijn, dat je gezag opbouwt en dat andere partijen, journalisten, maatschappelijke groeperingen naar jou toekomen omdat jij leidend bent. Dat is de eerste. De tweede is, we willen mensen die resultaten kunnen boeken. Dus wij kijken naar de resultaten die jij ook in het verleden in je werk, maar dat kan voor jonge mensen, kan dat ook in een studievereniging zijn. Maar of jij in staat bent resultaten neer te zetten en hoe je dat ook doet samen met andere mensen, want in je eentje lukt het niet. Nee. Nou, het derde ding, en hele belangrijke, wij zoeken mensen. Wij zoeken mensen die geïnteresseerd zijn in andere mensen. Mensen die het leuk vinden dat andere mensen anders zijn. Mensen die van andere mensen houden. En mensen die dus heel goed en prettig met heel veel verschillende soorten mensen kunnen verkeren. Ja. En elke dag ook weer naar uitkijken. Want in het mooie vak dat de Kamerlidmaatschap is, heb je alle mogelijkheden om elke dag die samenleving in te gaan. En heel veel bij mensen op te pikken en ook weer terug te geven. Mooi. Ik word hier zo ongelooflijk groot. En ik weet, ja, Nelleke, ga jij eigenlijk solliciteren? Nee, joh. Nee. Ja. Voorzitter van de partij, dat is een van de allerleukste banen binnen onze partij. Maar het moet een profiel zijn dat je aanspreekt. Nee, ook, ja, dit spreekt me enorm. Natuurlijk. En ook over het profiel hebben we met elkaar heel erg goed nagedacht. Dus ik hoor daar ook wel, zeg maar, in terug. Wat ik zelf heel erg belangrijk vind. Ja. Nee, kijk, ik vind als voorzitter van de partij ben ik ook een van de grootste scouts.
En een van de mensen die het heel erg belangrijk vindt dat we onze allerbeste mensen in dat speelveld neerzetten. De commissie is heel erg divers en dat moet ook, want als je anders wil kijken naar mensen, hè, behalve je kijkt niet alleen maar in de spiegel, hè, je kijkt ook naar anderen, dan moet die commissie ook heel erg divers zijn. Ik zou er nog één ding aan willen toevoegen. Ja. In mijn woorden, omdat ik dat merk als ik mensen spreek die aan het nadenken zijn over wat zou ik binnen mijn partij kunnen betekenen. Dus wij zoeken mensen die in staat zijn, precies wat Marja zegt, om dingen voor elkaar te krijgen, maar zichzelf daarin ook te presenteren. Namens al die mensen, jij mag voorop staan, jij mag stem geven aan al die mensen die jij vertegenwoordigt. En tegelijkertijd, die combinatie vind ik heel erg belangrijk, ben je nooit groter dan ons allemaal. Je bent nooit groter dan ons allemaal. En maakt onderdeel uit van die club. Je maakt onderdeel uit van de samenleving. En je doet het dus altijd in het belang van ons allemaal. En dat maakt dat we mensen zoeken die dus ook aardig zijn in de richting van elkaar. En die weten van samenwerken. En die zichzelf vanuit die bescheiden positie die hele prominente rol willen geven. Supermooi, is me uit het hart gegrepen. Marja, ik wil toch nog even iets anders vragen. We gaan volgens mij ook crash courses organiseren voor kandidaten. Nou, wat we willen gaan doen is een drietal avonden aanbieden aan mensen die belangstelling hebben. Ja. Waarop je je kunt intekenen. En dat staat ook allemaal in de nieuwsbrief waar deze video bij zit aangegeven, heel duidelijk. Mm-hmm. En op die crash courses gaan we gewoon vertellen, de Kamerleden die in de commissie zitten, de oud-Kamerleden dus, wat het Kamerlidmaatschap inhoudt. Nou, laten we nog even afsluiten met een mooie overhoring. Nelleke, welk e-mailadres kunnen kandidaten zich melden voor vragen of zich kunnen aanmelden? Bestekandidaat.nl? Bestekandidaat.pvda.nl? Bijna. Het is, ja? Wat was het, Marja? De beste kandidaten at pvda.nl. De beste kandidaten. We gaan nu zorgen dat hier zo mooi in beeld terecht komt. Dat kunnen we regelen. Ja, volgens mij kunnen we afsluiten. Alle informatie die mensen zoeken, die kunnen we vinden op pvda.nl. Daar staat alles hoe je kandidaat kan stellen. Je kan inderdaad dus mailen naar debestekandidaten@pvda.nl. Marja, de kandidaat stellen kan nu al, toch? Nou, hij gaat op 1 juni open. Op 1 juni gaat hij open en dan gaan we dicht op 31 augustus. Dan gaan we een serie van 3 pittige gesprekken voeren. En er kan ook nog een assessment bij komen. En dan gaan wij met een lijst naar partijbestuur. En dan hopen dat het partijbestuur een hele diverse lijst te hebben waar het partijbestuur mee instemt.